Visual Studio Code gaan we aan de slag met deze populaire text properties. Nou, in onze hoofdmap gaan we gewoon weer een nieuw bestandje aanmaken. Die noemen we CSS text.html. En daarin gaan we gewoon weer even beginnen met onze standaard layout. Dus uitroepteken tab. En dan gaan we in onze body gewoon weer even een... we beginnen dit keer gewoon even in de main. We gaan geen header maken. En in de main plaatsen we een section. En daarin een div container. En daarin beginnen we gewoon even met een h2. En daarin text properties. En daaronder plaatsen we een paragraaf met gewoon lorem ipsum. Dus lorem typen en dan enter. En dan krijgen we een stukje dummy tekst. Nou, hiermee met deze twee tekstblokken gaan wij aan de slag. En misschien dat we eronder nog even een linkje plaatsen. Lees meer. En prima. Dat is onze HTML. En we gaan dit keer gewoon weer even werken in een stijltag in onze head. Zodat we alles op één pagina hebben en alles overzichtelijk blijft. Nou, wat we gaan doen is, we gaan onze HTML tag selecteren. En ik heb het in de voorgaande video zo'n paar keer besproken. Het is handig om alles gewoon even terug te rekenen naar 10 pixels. En als iemand dan zijn tekstinstellingen verandert in zijn browser, schalt het gewoon allemaal mee. Dus wat wij hier gaan doen is font size. En dat is dan ook de eerste en misschien wel de meest gebruikte text property. En de font size gaan wij instellen op 62,5%. En dan hebben wij dus van 16 pixels, wat de standaard instelling is, 10 pixels gemaakt. Dus elke keer als wij verwijzen naar de font size van de HTML, als we dat gebruiken als berekening, dan bijvoorbeeld met REM of AM, dan is dat dus keer 10 pixels. Nou, hartstikke top. Nou, wat we dan kunnen doen is de tekst van alle elementen instellen. Dat doen we dan met de body, want alles zit natuurlijk ook in de body. En dan gaan wij de font size bijvoorbeeld op 1,6 AM zetten. En dat had ook REM kunnen zijn. In dit geval is het hetzelfde. REM zoekt dus naar het HTML font size AM van hetgene wat hij inherit. En dat is dus eigenlijk ook die 10 pixels. Dus dat is hartstikke goed. Dus als wij nu gaan kijken, dus we slaan het gewoon weer even op. En we gaan even het bestandje erbij pakken. Dus ga naar jouw mapje toe waar jij alles in opslaat. Ik open hem even op mijn andere scherm. CSS tekst. En dan is die even aan het laden. En dan hebben we hier CSS tekst. Dus als ik deze ga inspecteren, dan staat hij dus standaard op 1 AM. En hij inherit dus die 16 pixels. Want we hebben 1,6 keer die 10 pixels gedaan. En als we dan kijken naar de H2, dan heeft hij dus een user agent style sheet 1,5. Dus dat is 1,5 keer die 16 pixels. Nou, dat kunnen wij dus zelf gaan veranderen uiteraard. Dus als wij even hier even de tekststyling allemaal gaan plaatsen. En als we dan de H2 gaan selecteren, dan kunnen we natuurlijk op heel veel manieren de font size bepalen. Dat hebben we in een van de eerste les gehad. We kunnen hier natuurlijk gewoon pixels neerzetten. Dus we zouden 40 pixels kunnen noteren. We kunnen dus ook REM noteren. Dan kunnen we ook wel even kijken wat dat doet. Dus als ik hier 1 REM van maak, gaan we kijken of dat dan 10 pixels wordt of de 16 pixels. Nou, het wordt 10 pixels, want REM kijkt dus naar de font size van het HTML, de HTML tag. En die staat dus op die 62,5%, wat dus 10 pixels is, waardoor deze dus zo klein wordt. Als ik dan ga kijken naar AM, en ik sla hem nu op, dan zien we dat hij 16 pixels wordt. Nou, ik wil hem natuurlijk veel groter hebben. Dus ik maak er 3 AM van.
En ik sluit op. En dat is dan hetgene wat ik wil bespreken over font size. Nou, we hebben er vervolgens dan ook nog line height. En ik ga even de line height instellen voor dus alle tekstelementen. Dus alles inherit nu de line height. Dus als ik die op, even op 4 zet. En 4 houdt dan in 4 keer die 1.6 em. Je kan hier ook andere waarden geven, bijvoorbeeld 4 pixels of wat dan ook. Maar het meest logische is om gewoon een getal te gebruiken. Omdat het dan afhankelijk wordt van de font size. Nou, nu komt er dus heel veel ruimte hier tussen, dus dat is veel te veel. Iets wat ik meestal gebruik is rond de 1.4, waardoor ik het goed leesbaar vind. Dus er zit voldoende ruimte tussen de tekst. En voor de headings vind ik dat minder belangrijk, die ruimte tussen. Die zet ik dan een stuk lager, 1.04 bijvoorbeeld. Wat we ook nog even gaan doen is even de section stijlen. Section. Dus we doen even een padding aan de boven- en onderkant van 100 pixels. En we doen even de container stijlen. Container. En die geven we weer even een max width. En die doen we nu lekker smal van 1000 pixels. En margin 0 auto. En als het scherm kleiner is, willen we natuurlijk ruimte overhouden aan alle kanten. En dat doen we links en rechts 80 pixels. Zo, dat ziet er een stuk beter uit. Dus we hebben een line height bepaald. En de volgende text property die we gaan behandelen is de font weight. Dus de dikte van de tekst. Nou, wat je vaak ziet is dat de headings wat dikker zijn. Nou, hoe hoger dit getal, des te dikker. En je kan dus ook bold, bolder, etc. gebruiken. Dus eigenlijk wel handig als je dus gewoon een property typt. Even dubbele punt, dan zie je eigenlijk de mogelijkheden die je hebt. Nou, wij zetten hem op 800. Gewoon 800 is dat. En dan gaan we even inspecteren. Kijken of er überhaupt wat gebeurt. Nou, hij staat nu inderdaad op 800. Maar als we naar het user agent style sheet kijken, misschien dat hij ook al een font weight had. Nou, we zetten hem even op 100, kijken of het verandert. Nou, verandert hij inderdaad, wordt een stuk dikker. Als we hem op 600 zetten, wordt hij dikker. En het is ook een beetje afhankelijk van de font die actief is, of die inderdaad wel een nog dikkere ondersteunt. Dat gaan we later bespreken als we straks bezig gaan met Google Fonts, waar wij ons eigen fonts gaan inladen vanaf Google. Nou, dat is font weight. En dan hebben we ook nog font stijl. En de font stijl, dat kan bijvoorbeeld italic of obliek zijn. En dan gaan we even kijken wat daarmee gebeurt. Dus wat wel leuk is om gewoon even een stukje tekst te selecteren. En daar gaan we een span omheen zetten. En dat is die algemene tag die wij in een voorgaande video hebben behandeld. Dus we hebben nu een woordje, dit woord, tussen twee tags. En die span geven even een naam. En die noemen we even class, font, stijl. Dus punt, font, stijl. Die gaan we selecteren. En daarin gaan we dan uiteraard de font stijl aanpassen. En we zien hier eigenlijk al de mogelijkheden. Dus we hebben italic, normal, obliek en een paar andere. Nou, deze bovenste drie, normal, is dus dat er niks verandert. Dat is de default waarde. Als we op obliek zetten, gaan we even kijken wat er dan verandert. Nou, hij wordt schuin gedrukt. Even kijken wat er nu gebeurt. En hij blijft nu op hetzelfde. Nou, gaan we even kijken op W3 Schools. Schools. Tekststijl. Oh, het is fontstijl.
fontstijl. De link zal ik in de PDF plaatsen. Maar we hebben inderdaad drie opties. En we gaan even kijken bij Try It Yourself. En Oblique en Italic ziet er eigenlijk exact hetzelfde uit. Even kijken waarom er twee verschillende mogelijkheden zijn. Nou, ik zie niet echt een verschil. Ja, Oblique en Italic ziet er inderdaad hetzelfde uit. Oblique vs Italic. Gaan we even kijken wat het verschil is. Ja, zit dus het verschil tussen in de speciale tekentjes. Dus dat is bijna hetzelfde. Dus dat is fontstijl. En de volgende die wij gaan behandelen is font family. Is natuurlijk een belangrijke. Dus we gaan van de H2 even een andere font family gebruiken. Nou, even kijken. We zien nu in het bestand die we hebben dat het allemaal scheefjes heeft. Dus hier heeft het ook scheefjes, et cetera. Ik wil even een fontstijl die dus gewoon afgerond is, zoals bijvoorbeeld Arial. Nou, hier wordt wel eigenlijk aangegeven Arial Helvetica Sans Serif als ik begin met typen. Dit werkt als volgt, van links naar rechts, als het font ondersteund wordt door de browser of door de computer waar de bezoeker achter zit, dan gebruikt hij Arial. Is dat niet aanwezig of kan het niet worden geladen, dan pakt hij Helvetica en anders gewoon een Sans Serif font. Dus als we dit opslaan, dan zien we inderdaad dat het rond is geworden. Nou, sommigen vinden ronde letters beter leesbaar en zullen vaak kiezen voor een rond lettertype voor de bodytekst. En voor een wat specialer lettertype voor de grotere letters zoals de headings. Dus als wij in onze body font family gaan gebruiken, Arial, Helvetica en hier een wat andere. Nou, bijvoorbeeld deze, Courier New. En je ziet hier misschien de haakjes om Courier New. En dat komt omdat hier een spatie tussen zit. Dus voor alle fonts waar een spatie tussen zit, zul je die tussen enkele quotes of dubbele quotes moeten zetten. Nou, hebben we inderdaad een wat aparter heading en een goed leesbare font voor onze body tekst. Oké, nou, de volgende properties die wij even snel bij langs gaan is text align. Dus dat is het, kunnen we centreren bijvoorbeeld, text align, nou, epicenter, etc. Net zoals in Word kan je de tekst dus alignen. Nou, ik laat center even zien, opslaan. En nu is de heading in het midden geplaatst. Vervolgens hebben wij text decoration. En dat is wel leuk om met het linkje te doen. Dus we hebben ook een linkje. En text decoration. En die staat standaard bij een linkje. Oh, ik krijg ook heel veel kleuren. Maar ik wil me in ieder geval op non zetten. En het linkje is niet zichtbaar, dus even kijken of ik daar wel tekst in had geplaatst. Nee, ik heb het per ongeluk in de href geplaatst. Het moet hier zijn, lees meer. En de link zelf is gewoon even de huidige pagina. Nou, nu staat er inderdaad geen streepje onder. Als ik even ga inspecteren, dan laat ik het gewoon hierin zien. Dus als ik die non weghaal, zien we het streepje weer. Als ik weer tekst decoration doe, dan hebben wij even kijken. Oh. Bijvoorbeeld overline is een streep aan de bovenkant, underline is een streep aan de onderkant.
En line through is ook nog een populaire. Dus line through is een streep erdoorheen. Dus dat is text decoration. Dan hebben we ook nog text transform. Dus ik zet deze even op underlines. Tenminste, voorkomen het misschien voor een linkje. Hebben we ook nog text transform. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld uppercase gebruiken. Uppercase. Die ga ik straks even laten zien. Nou, we hebben nog een background color. Wat je natuurlijk voor bijna alle elementen kan gebruiken. Dus de achtergrondkleur. En de padding en de margin kan je natuurlijk ook gebruiken. Nou, bij een linkje kan het handig zijn om het klikvlak te vergroten. Dus als we de padding even 20 pixels maken. En we gaan het gewoon even opslaan. Dan zien we inderdaad dat het linkje het klikvlak groter is, omdat de padding ook klikbaar is. En we hebben allemaal caps, dus uppercase letters. En dat hebben we veranderd. Nou, dat zijn de meest voorkomende text properties. Misschien vergeet ik er eentje, want we hebben natuurlijk ook nog gewoon color. Zoals ik de kleur van de link. Ik doe hem even red maak. Dan wordt hier rood. Nou, we kunnen ook natuurlijk ervoor kiezen om alle tekst op de hele pagina te veranderen van kleur. Color. En dan doen we gewoon even een opvallende kleur blue. En dan wordt alle tekst blauw. Tenzij je dat natuurlijk overschrijft. Kan natuurlijk zijn dat je alle headings een andere kleur wil geven. Dan plaats je daar een color en dan doen we die black. Dus we doen even gewoon simpele kleuren. Je kan natuurlijk mooie kleuren gebruiken. Maar wij kiezen hier even voor. Dit zijn de meest voorkomende text properties. En in de volgende video gaan we wat mooiere dingen bouwen. Dus tot de volgende video.